In de maanden april en mei komen de eitjes van de processierupsen uit. Vervelend voor mensen, want de rupsen schieten haartjes weg die jeuk en een allergische reactie kunnen veroorzaken. Daarom zijn meerdere gemeenten in de regio gestart met het bestrijden van deze rups. Hiervoor worden verschillende bestrijdingsmiddelen gebruikt en in het dorp Middelaar begonnen ze vandaag met de werkzaamheden. Nog voor de bomen knoppen krijgen, komen de rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling ondergaan de rupsen 5 vervellingen. En vanaf de 3e vervelling ontstaan er op iedere rups ongeveer 700.000 kleine brandharen. Deze brandharen kunnen een vervelende allergische reactie veroorzaken. Om dit te voorkomen worden de rupsen bestreden nog voor ze de brandharen krijgen. De methode van bestrijding verschilt per gemeente. De eikenprocessierups kan bestreden worden door middel van nematoden. Nematoden zijn kleine aaltjes die de rupsen van binnenuit doden. De aaltjes worden ingezet als natuurlijk bestrijdingsmiddel en hebben geen negatieve gevolgen voor andere planten of dieren en ook niet voor mensen. De gemeente Moken-Middelaar heeft gekozen voor een biologisch bacteriepreparaat. Middels een spuitkanon wordt het preparaat in de kronen van de bomen gespoten. De bacterie in het preparaat hechten zich aan de bladeren. De rupsen gaan dood als ze de bladeren eten. De bacterie zorgt ervoor dat er een kristal in het lichaam van de rups wordt gevormd. Hierdoor krijgt de rups geen honger meer en zal hij uiteindelijk doodgaan door een voedseltekort. De boomspecialisten van de Nationale Bomenbank voeren de preventieve bestrijding uit met behulp van een nevelspuit. Door luchtondersteuning komt de nevel tot in de kroon van de boom, tot circa 30 meter hoogte. Vanaf half mei kunnen de eikenprocessierupsen overlast geven door de brandharen. Als er dan nog nesten met rupsen in de bomen hangen, gaan de boomspecialisten aan de slag met curatieve eikenprocessierupsbehandeling. De nesten worden dan door mobiele zuigunits weggezogen. Op die manier gaan we een zomer tegemoet zonder jeuk.